Ik ben Rutger en samen met twee collega's vorm ik het mechanica-team van het Agoria Solar-team. En concreet houdt dat in dat wij de ophanging ontwerpen, bijvoorbeeld ook het stuursysteem of de remmen of het mechanisme om het zonnepaneel naar de zon te kunnen kantelen. Eigenlijk van alles wat langs de buitenkant moeilijk zichtbaar is in de wagen, maar wel van essentieel belang is. Voor het design van een onderdeel beginnen wij meestal met een brainstorm. Hierin gaan we kijken voor wat het onderdeel uiteindelijk gaat dienen. En dan in tweede instantie gaan we een 3D-model maken van het onderdeel. De vorm van een onderdeel hangt eigenlijk van heel veel bepaalde factoren af. Het moet bijvoorbeeld maakbaar zijn. Niet alles is zomaar maakbaar. Maar het moet ook assembleerbaar zijn. Als er bijvoorbeeld een bout of een lager in moet, moet je er ook aan kunnen en moet het in het onderdeel passen. Langs de andere kant moet het onderdeel ook sterk genoeg zijn. Wij simuleren verschillende load cases, we zetten er krachten op en zien of het onderdeel sterk genoeg is. En dit allemaal proberen wij te vormen in een zo licht mogelijke structuur. In de laatste stap gaan we dan een partner zoeken die dat onderdeel voor ons dan wilt maken. En eenmaal als het onderdeel gemaakt is, kunnen we het in de wagen plaatsen. Ondanks dat we de stukken designen op maat voor onze eigen wagen, werken we toch samen met een heel uitgebreid partnernetwerk. Dit biedt ons eigenlijk de mogelijkheid om veel complexere stukken te maken die zowel sterker, stijver als lichter zijn, dan moesten wij ze zelf proberen te produceren. Dus het doel van assembly is niet alleen om die wagen rijden te krijgen, want met een wagen die enkel kan rijden, winnen we de race niet. De wagen moet bovendien heel betrouwbaar zijn, want we gaan racen in Marokko, de wegen zijn niet altijd 100% en we kunnen ons niet permitteren dat de wagen enkele minuten langs de kant staat voor een reparatie.